Ik ben liefdevol liefdevol in Vertigo. Een schot die haar dubbelgangsten volgen aan haar kleven. Hè, wat? Ze wil heel graag de Hitchcock kijken. Ja. Maar het is heel gênant. Je ziet ook gewoon dat die Scotty dat die James Stewart, de laatste derde film, gewoon een vieze oude man is. En hoe zit het met Bruce Weber? Dat weten ze van tevoren natuurlijk. Bruce Weber is niet zo oud, maar dat is ook wel een vailleur van de bovenste pin. Ja, wat dat betreft is eigenlijk wel goed. Eigenlijk is het natuurlijk een betere olifant. Dus Hitchcock. Robert Frank en Bruce Weber. Wat zeg je? Ja, ik vind Koop daar wel slecht dat hij altijd zonder scenario werken zomaar deed. En als er af en toe een film in elkaar zit. En dat is wel een dergelijke uitspraak, wel een bron van inspiratie of een soort bewijs van het bestaansrecht van Rabotnik natuurlijk. Maar voor jezelf, kun je iets harder praten voor jezelf? Nou ja, die werkwijze die is wel inspirerend. Instead of coming right here, right where it should be, it's weird, it's too wide. It comes around your head all the time. Right here, here's your head, your hand's out here. You gotta look at what you're punching at. It's gotta be shorter. If he's in close, you gotta bump from here. Not out here, not back down here, and that's the way out. There you go, there you go. Nice spot. Going down there, this hand's here. This one's down here in the body, and this one's right here. And then you step away, and you're right here. Nothing's up here, nothing. It's right here. Boom. If you're down there, you can pull this one back. When you're up here like this, you can't do nothing for you. You're going to go down there, get in there, get in there, damn quick, coming back. And how to do it. They brag about me. If some other coach saying, yeah, I see him as a fighter, they'll come up and they'll defend me just as quick as anything.
Since we first met you, the Colorado Sports Festival, everybody on part of my team, my friends, the other kids we worked with, do you know what they always said about you? What? They'll never forget you. Well, that's good. I'm glad they didn't ever forget me.
Thank you.